Robin van Persie speelt ook komend seizoen bij Feyenoord. Terwijl er lang werd gespeculeerd dat de 34-jarige aanvaller zou stoppen. Tijd voor een terugblik op de glansrijke carrière van Oranje's topscorer aller tijden. Iedereen kent de Calvé-reclame nog wel van de 5-jarige Robin van Persie die zijn vader meesleurt naar een training van Excelsior. Als hij enthousiast aankomt op de training hoort hij van de coach... 5? Nee, sorry jongen, maar je moet toch echt 6 jaar zijn? En dit was niet zomaar een reclame, maar zo is het echt gegaan voor Robin. Met zijn 5 jaar werd hij de jongste jeugdspeler bij Excelsior ooit. Een prachtig begin van het jongensboek Robin van Persie. Wat wordt een hele grote? Bij Excelsior speelde van Persie in de E en de D-jeugd samen met zijn jeugdvrienden Saïd Boutahar, Mounir Elhandoui en Luigi Bruins. De 4 waren vaak te vinden op de voetbalpleintjes in Kralingen. Maar de basis is gelegd voor de sublieme techniek van de 34-jarige aanvaller. In de C-jeugd van Excelsior werd hij op zijn 13e weggehaald door Feyenoord. Op Varkenoord was hij vaak een van de uitblinkers. Ballen vlogen letterlijk uit alle hoeken en standen, vaak in de kruising. Zijn debuut voor het eerste elftal maakte hij op 3 februari 2012 in de met 5-0 gewonnen wedstrijd tegen Rode JC. Toen ik debuteerde bij Feyenoord zat je op de tribune en je keek en je wist eigenlijk meteen, ik ken hem wel van A1, maar ook... Toen hij op het veld van de Kuip liep, ja, aan alles zag je, dat wordt gewoon een hele grote speler. En zo'n debutant ben ik sindsdien bij Feyenoord in ieder geval niet meer tegengekomen. En eigenlijk ook niet bij Ajax of waar dan ook in Nederland. Trainer Bert van Marwijk liet hem in de 79e minuut invallen voor Jondal Thomasson. Van Persie was toen 18 jaar. Hij won in zijn debuutjaar meteen 2 prachtige prijzen. De UEFA Cup met Feyenoord en zelf kreeg hij de onderscheiding Nederlands Talent van het Jaar. Ook al groeide hij onder Bert van Marwijk uit tot een onbetwiste basisspeler en was het legioen gek op hem, toch viel ook het negatieve gedrag van Van Persie op. Leonardo, dienstbasisplaats, dankt hij aan Robin van Persie die een uurtje te laat kwam omdat hij zich niet gerealiseerd had dat hij vannacht de klok een uur vooruit moest zetten. Het bekendste voorbeeld is het vrije trappenincident met Pierre van Hooijdonk. In de wedstrijd tegen RKC Waalwijk legde Pierre aan voor een vrije trap. En zonder toestemming of enig overleg schoot Van Persie de bal. Het leverde geen doelpunt op, maar wel een deuk in de relatie tussen Van Hooijdonk en Van Persie die tot op de dag vandaag niet uitgesproken is. In het seizoen 2003-2004 kreeg Van Persie te maken met een fenomeen waar veel talenten mee te maken krijgen. Stagnatie in de ontwikkeling. Hij raakte zijn basisplaats kwijt, ging op eigen verzoek met Jong Feyenoord mee trainen en forceerde via ons blad Voetbal International een breuk met zijn club. Lang leek zijn toekomst in Eindhoven te liggen. PSV wilde maar al te graag in zee met de technicus. Maar toen Arsenal zich meldde, wimpelde Van Persie de interesse van PSV af en koos hij ervoor om in de zomer van 2004 een gunner te worden. Van Persie kwam tot 61 wedstrijden en scoorde daarin 14 keer namens Feyenoord. Arsène Wenger kneep in zijn handjes met de komst van Robin van Persie en zag in de ouder wordende Dennis Bergkamp zijn ideale mentor in de weg naar de top. Hij maakte zijn debuut in de met 3-1 gewonnen Community Shield wedstrijd tegen Manchester United. Wenger was geduldig met de jongeling en bracht hem slechts mondjesmaat binnen de lijnen. Datzelfde seizoen won de Flying Dutchman ook direct de FA Cup. In de finale werd opnieuw Manchester United verslagen. Dit keer vanaf 11 meter. Ook de jongen van Persie nam zijn verantwoordelijkheid en benutte zijn strafschop. Van Persie deed het vaak uitstekend in de minuten die hij wel kreeg van Le Professeur en groeide als speler. Op 4 juni 2005 maakte hij dan ook zijn debuut voor het Nederlands elftal. In een met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Roemenië verving hij in de 63e minuut Ruud van Nistelrooy. Zijn eerste doelpunt voor Oranje maakte hij 4 dagen later tegen Finland. Van Persie verving in de 75e minuut bij een 0-1 stand Ruud van Nistelrooy. Van Persie gaf in korte tijd een assist en maakte zelf de 0-4. Tussen de eerste en de tweede interlandgoal van Van Persie zaten 9 wedstrijden. Zijn tweede oranje treffer was tevens zijn eerste doelpunt op een eindronde. Tijdens de tweede groepswedstrijd tegen Ivoorkust op het WK van 2006 in Duitsland maakte de spits na 23 minuten de openingstreffer door een vrije trap hard achter doelman Tizi te krullen. Op het WK 2010 behaalde Van Persie met Oranje de finale. Toch maakte hij op dat toernooi slechts 1 doelpunt. Alleen in de met 1-2 gewonnen wedstrijd tegen Cameroen wist Van Persie het net te vinden. Later ging het scoren voor het Nederlands elftal van Persie makkelijker af. Op 2 september 2011 behaalde het Nederlands elftal de grootste zege in de historie door met 11-0 te winnen van San Marino. In deze wedstrijd scoorde Van Persie 4 keer, waarmee hij de eerste Nederlander is sinds Marco van Basten in 1990 met minimaal 4 doelpunten in 1 interland. Van Persie was inmiddels uitgegroeid tot een speler van wereldklasse in de Premier League. Na zijn succesvolle debuutjaar bij de Gunners pakte hij in de 7 seizoenen daarna enkel persoonlijke titels. Zo was hij van Engels topscorer en beste speler van het jaar 2011-2012.
In datzelfde jaar werd Van Persie zelfs aanvoerder van de ploeg van Wenger. Door het gebrek aan prijzen bij Arsenal wilde topsporter Van Persie naar een club waar hij wel titels kon gaan winnen. Alex Ferguson meldde zich met zijn United en zo vertrok Robin van Persie naar de grote concurrent. Een transfer die hem niet in dank werd afgenomen door de Arsenal-fans, maar wel 32 miljoen euro opleverde voor de club uit Noord-Londen. Bij Arsenal kwam RVP tussen 2004 en 2012 tot 194 wedstrijden, waarin hij 94 keer scoorde. Een prachtig mooi enne. In zijn eerste seizoen op Old Trafford veroverde hij direct de Engelse landstitel. En eindigde hij voor de tweede keer op rij als topscorer van de Premier League, dit keer met 26 goals. Ook werd Robin door de fans van United verkozen tot speler van het jaar. Aan het eind van dat seizoen vertrok clubicoon Alex Ferguson bij de Red Devils. En onder leiding van zijn opvolger David Moyes kende United een dramatisch jaar. Van Persie speelde door blessure slechts 21 wedstrijden, waarin hij wel 12 keer wist te scoren. United werd uiteindelijk zevende. Toen volgde hij het WK van 2014 in Brazilië. Het Nederlandse volk had weinig hoop gezien het dramatisch verlopen EK van 2012, waarin Oranje alle drie de groepswedstrijden verloor. Het werd een WK om nooit te vergeten, met een schitterende hoofdrol voor Robin van Persie, die inmiddels topscorer alle tijden van het Nederlands elftal was geworden. Hij scoorde eerder dat jaar in een WK-kwalificatieduel met Hongarije 3 keer en loste zo Patrick Kluivert af. De eerste wedstrijd tegen Spanje was legendarisch. De kater van de verloren WK-finale werd weggespeeld. Van Persie scoorde 2 maal, waaronder een beauty die de wereld rondging. En zelfs voor de eeuwigheid werd vastgelegd in de favelas van Brazilië. Tijdens het Nederlandse sportgala werd het doelpunt uitgeroepen tot sportbeeld van het jaar. Nederland werd uiteindelijk derde onder leiding van Louis van Gaal. Van Persie scoorde ook nog in de gewonnen troostfinale tegen gastland Brazilië, die met 3-0 werd gewonnen. Van Gaal werd na het schitterende WK aangesteld als de nieuwe baas van Robin van Persie en kreeg als taak mee om United weer een topclub te maken. Het ging echter niet zoals iedereen bij de Red Devils had gehoopt. Van Persie maakte 10 goals in 27 wedstrijden en belandde op een zijspoor. Wederom was hij regelmatig geblesseerd en gold hij voor het eerst in 11 jaar niet meer als basisspeler bij zijn club. Van Persie wilde weer spelen en het Turkse Fenerbahçe bood uitkomst. In Manchester kwam Van Persie tot 48 goals in 84 wedstrijden. De Canaries betaalden een kleine 7 miljoen euro aan United. Succes had Robin er echter sporadisch. Hij topte met blessures en werd haast nooit echt wedstrijdfit. Zijn grootste succes kende hij misschien wel in de gewonnen wedstrijd tegen aartsrivaal Galatasaray, waarin Van Persie 2 keer scoorde en werd verkozen tot man of the match. Ondertussen scherpte Robin van Persie wel zijn doelpuntenrecord in het Nederlands elftal aan. Hij is geëindigd op maar liefst 50 goals in 102 interlands. En dan was het eindelijk tijd om terug te keren naar zijn oude liefde, Feyenoord. Op 19 januari van dit jaar liet Van Persie zijn contract ontbinden bij Feyenoord en kon hij zo terugkeren bij de Rotterdammers. Hij ging het rugnummer 32 dragen, hetzelfde nummer waar hij zijn debuut mee maakte bij Feyenoord. Tegen FC Groningen maakte hij zijn eerste goal sinds zijn terugkomst. Klasse van Weleer is even helemaal terug. En ook in de gewonnen bekerfinale tegen AZ was Robin van Persie erg belangrijk. In de Voetbal International van deze week en op VI Pro een uitgebreid gesprek met Robin van Persie. Over zijn positie, zijn rol als mentor en de nabije toekomst. 2-1 door de oude meester.